Hey jongens, mijn naam is Sarah. Dit is de Kleine Groene Planeet. En ik sta vandaag op onze zolder, die zoals je ziet een grote puinhoop is. Het is niet dat we gewoon alles naar de zolder gooien als we het niet meer willen zien. Hier staan vooral dingen zoals een doos met kinderboeken. Spullen die onze ouders naar ons toegebracht hebben. Zo van, nu hebben jullie je eigen huis. Veel plezier ermee. Dingen waar je eigenlijk niet echt bij hoeft, voornamelijk, maar die je wel wil bewaren. En we hebben hier ook waslijnen en twee wasrekken staan, want we drogen hier ook de was. Dus er komt hier nog een kastje waar schoon beddengoed en dat soort dingen in komen. Dat kastje is er nog niet, dus we moeten nog even kijken hoe ik dat ergens logisch ga laten, maar het is tijd om deze bende op te ruimen. We hebben hier, ik denk dat je dat misschien wel kunt zien, van die wandjes onder het schuine dak. Dus daar zitten vakken achter, daar kan van alles in. Dus ik denk dat we gewoon ergens moeten beginnen en op enigszins logische wijze dingen daarachter moeten gaan zetten. Maar helemaal achteraan dingen waar je nooit bij hoeft. En dan een soort van, we hebben vier van die luiken, een soort van logische verdeling van bewaardingen, andere dingen. Je begrijpt vast ook niet wat ik bedoel. Ik weet het zelf ook nog niet. Ik zal eerst even laten zien wat hier allemaal ligt en dan gaan we beginnen. Oké, dit is de trap waar langs je naar boven komt. Dit is statief, daar stonden jullie net op. Dan hebben we oude lakens waarmee we geverfd hebben. Die zijn eigenlijk van de vader van John, dus misschien dat die daar weer heen moeten. Kranten, ook van het verffeestje. Dat is een warmtematje voor een terrarium of planten of wat dan ook. Ja, die ligt daar. Dan hebben we hier een doosje. Episch. Een vochtvanger, vergeten. Ventilator, schoenenrek, wasrekken. Doos. John is zo iemand die de dozen van dingen bewaart. Dus die krijgt de dozen voor dingen. Krijgt misschien wel een eigen vak. Dan hebben we hier de berenbank die mijn opa's voor mij gemaakt hebben toen ik een baby was. Die hoeft niet per se achter een schot, maar je weet wel. En dan hebben we hier de beer die mijn opa voor mij geschilderd heeft toen ik een baby was. Hier zit dus de bewaarkist met zeg maar van die dingen van toen ik heel klein was. Zoals je ziet had mijn leven een berenthema toen ik klein was. Dit is een kinderwagentje, die stond vroeger op mijn kamer. Daarvan weet ik ook niet zo goed wat ik ermee moet. Mijn bed, die kan niet achter zo'n schot. Die mag hier denk ik gewoon braaf blijven staan. Wollen dekens, dingen, epische kunst. Kan ik dit aan jullie laten zien? Woop. Dit is een Ganesha die ik ooit geschilderd heb. Die is eigenlijk best vet. Ik heb die ooit van zijn framepje afgehaald, zodat hij makkelijker op te bergen is. Dan ligt hier mijn oude vloerkleed. Misschien is het beter om die uit te rollen dan zo te laten liggen. We gaan het zien. Lege dozen. Random dingen. Dozen met terrariumspullen van John. Dus die moet niet helemaal achteraan een schot. Oude handdoeken. Beddengoed. Dus die mogen straks in de kast die daar komt. En wat hebben we hier dan? Basisschool tekeningen, schriften, dat soort dingen. Schragen. Kisten. Meuk. Dingen die naar de kringloop moeten. You name it, we've got it. Dus ik denk dat ik met dit schot begin. En dan misschien een soort van verdeel. Zo van dat daar die lege verhuisdozen en stoelen en zo achter kunnen. En dan eentje voor kampeerdingen, eentje voor hele random meuk en eentje voor dingen waar je toch nog wel bij moet. Ik weet het niet. Ik ga mijn best doen. Op zich is dit best een goed overview shot. Ik dacht, ik klap eerst even de wasrekjes in, dan zijn ze even aan de kant, zeg maar. Dit moet zo naar beneden. Ik heb in de wasmand hier op de grond, zeg maar, die handdoeken en het beddengoed gedaan. Want die
ga ik hier niet op de grond leggen. Mogelijk moet er straks even gestofzuigd worden. Wat hebben we gedaan? De dag dat we de sleutel kregen. En daarna zijn er gewoon allemaal dingen verzameld. Dus. Kom op camera. Dankjewel. Ik kan van het helemaal niet zien of hij scherp is. Auw. Dat doet dus iedereen de hele tijd. En ik kan zeg maar zo goed onder de bank doorlopen, maar hier steekt een stukje uit. Oh, dat is echt pijn. Je kent dat gevoel als je echt hard gewoon. Oh, mensen, kinderen. Dit is de dingen van zo'n doos. Oh, die is zwaar. Ik ga, omdat hier het mens voor staat, deze even open doen. En dan ga ik daar dit soort rare werk in zetten. Lekker. Spinnenweb. En zo dozen van dingen die je wil bewaren. Zullen we nog wel meer tegenkomen. Dan dit is de Xbox die niet aan de tv kan omdat de tv aan de muur hangt. Dit kan in de terrariumbox. Hier ga ik de kinderbewaardingen en dit soort dingen in doen. Ik wil deze. Oh, deze is echt zwaar. Dus een beetje vooraan. Opdat men er nog bij kan. De zolder is ook echt geïsoleerd met piepschuim. Be impressed. Ook als schilderij hoef je niet achter een schortje fictie weg te doen. Dit hoort bij het terrarium. Eens even kijken. Ik dacht even een bult te maken voor de kampeerdingen. Zo'n random find.
Dit is de Ariadne die ik zocht. Er zat een trein die ik wil maken. Kinderboeken. Ik heb een doos met boeken. En niet echt boeken in zitten. Maar aanverwanten van boeken. Zouden deze boeken erbij passen? Kampeerdingen. Dit wordt de kampeerkast. Oh, er ligt hier ook nog episch laminaat, jongens. Zeker iemand open bellen. Matje. Thank you.
We hadden een lege batterij. Dus jullie hebben niet gezien hoe ik het vloerkleed heb uitgerold. En mijn haar zit inmiddels omhoog omdat ik het bloedheet had. Maar het ziet hier 1000 keer beter uit. Ik zal het jullie laten zien. We hebben hier 2 wasrekken, de berenbank. Het vloerkleed uitgerold is nog een beetje kreukelig. Maar het ziet er al beter uit dan toen ik hem net uitrolde. Dan hebben we daar nog 1 doos met... Auw, weer die balk. Kutbalk. De matjes die ooit onder het kleed lagen. Kan altijd van pas komen. Wat andere dingen die nog een plekje moeten krijgen. Kuffel, frubbeldingen. 3 epische schilderijen die ik tijdens mijn studie gemaakt heb. Die kun je zo niet zien, maar super mooi. Dan hebben we hier het bed en mijn opa's schilderij. De speelkinderwagen. Het vloerkleed. Die ligt hier meer uitgerold omdat hij opgevouwen dit doet. En waarom ook niet. En dan hebben we hier schoon beddengoed. En we hebben nu allemaal dezelfde handdoeken, dus de rest van de handdoeken ligt hier voor dingen. Er komt hier nog een kastje. Die 2 kistjes wil ik eigenlijk naar de schuur. Als ik de schuur ga opruimen, daarop liggen nog wat wasdingen. En een rookmelder, die moet nog ergens. En een koperen kogelhuls, daar wil ik een plant in zetten. Dan hebben we hier dingen die naar de kringloop moeten. En de verflakens die terug moeten naar Johns ouders. En dat is het. Zoveel beter. Ik hoop dat jullie deze opruimvideo leuk vonden. Als je het leuk vond, doe dan een duimpje omhoog. Dan gaan we binnenkort de schuur opruimen, denk ik. En abonneer je als je dat nog niet gedaan hebt. Want ik zie dat 50% van de views niet van abonnees zijn. Dus doe dat. En dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Doei!